Vooraan een geweldige tweestrijd, waarbij Bonny Charisma heel brutaal de koploper Gideon of Egypt onder druk zet. Dat is de strijd vanaf de start en dat is de strijd op de finish. En het is een mooie strijd, maar Misha Brouwer, hij heeft nu toch beslissend voordeel genomen. Alles lukt op het moment bij Stalker Ebas. Het is de 1 die het wint voor de 4, dan de 8 en op afstand verdienstelijk de 3 nog net voor de 5. Ja, we gaan huldigen, dames en heren, de laatste winnaars van vanavond. Bonny Charisma en Misha Brouwer. Ze winnen de volgende koers op 21 november prijs. Gefeliciteerd, trotse fokker. Bas, maar eerst even, want dit is toch een bijzonder verhaal. Het paard was lang weg. Ja, hij is op rust gegaan en meneer Krijn heeft hem na 23 maanden weer teruggebracht. Hij zei, loop lekker. Hij zei, maar, ik zei, moet je het paspoort weer? Nee, hij zei, komt ooit weer. Hij komt ooit weer. Nou, hij is weer gekomen. Duurde het 2 starts voordat hij in vorm was, maar hij top. Ja, top rit zo. En ook gezien, hij hoeft niet per se de kop. Nee, wil ik wel van achteraf. Ik zeg, je moet wel even proberen. Je moet Dennis het niet geven. Anders. Ik zeg, dan hoeven we niet van huis. Je zegt, goed proberen. Nou, dat deed Mich ook. En hij volgde super strak. Ja, hij traint ook enorm goed. En ik kwam er voorbij. En het draait lekker, Bas. Ja, niks te klagen. Alles, helemaal niks te klagen, ik. Mooi, dankjewel. Misha, van harte. Neem je hem nog even voor het publiek mee? En ook deze Bonny Charisma doet het bij de huldigingen voor de zekerheid. Zonder sulky. 23 maanden de tijd gehad om lekker te ontwikkelen deze Bonny Charisma. En uiteindelijk wordt het nu terugbetaald voor de trotse eigenaar ook, meneer Krijnen. Niet alleen de fokker. En dat is de man links aan het hoofd van deze tap-in dochter. En tap-in, dan weet je, dan kan je een schimmeltje treffen. En dat is in dit geval ook aan de orde. Het evenbeeld van haar vader eigenlijk. En nu kunt u de handen voor de laatste winnaars van vandaag. Misha Brouwer. En die wint met Bonny Charisma. Nog 100 meter. 50 meter. De start is gevallen. Paarden onderweg. In het midden van de baan komt hij al. De favoriet Gideon of Egypt. Maar hij heeft aan de relingszijde te maken met Bonny Charisma. En ook dat is een koploper. Puur zang. En dus maken ze elkaar op dit moment het leven zuur vooraan. Waarbij aan de binnenzijde dus met een missie op pad is Bonny Charisma. Aan de buitenzijde is het minder. Maar die toch tegen zijn paard strijdt dat hij traint. Maar wel op dit moment voor eigen belangen kiest uiteraard. En nu ook de leiding overneemt met paard nummer 4 Gideon of Egypt. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats erachter. Achter is het dan Bonny Charisma en onder impuls van deze furieuze opening ligt ze een straatlengte voor op de concurrentie als de verre linkerbocht bereikt is. John Dekker en Arend Lorraine hebben plek 3 in handen en achter deze John Dekker volgt dan Albert H. Albert H. die wordt op een lengte gevolgd aan de binnenzijde door Dutch Buitenzorg. Het paard dat de laatste keer zo'n waanzinnige koers liep. 2 rondes nog te gaan. Achter deze paard aan de buitenkant is het dan Sita Select. En aan de binnenzijde Diamond SL. Een aansluiting is er voor Chiquita GS. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En vooraan is het Gideon of Egypt die het tempo bepaalt. Lengte voor op de tweede plaats dan Bonny Charisma. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde paard nummer 5, Arend Lorraine, die op een lengte wordt gevolgd door Albert H. Achter Albert H. is het dan de 8, Dutch Buitenzorg. En in het tweede spoor daar schuin na Sita Select. Die gaat proberen wat naar voren te komen en wordt daarmee de ideale gangmaker voor Johan van der Wal en zijn Chiquita GS. En aan de binnenzijde daarachter op de laatste plaats Niels Jongejans. Achter paard nummer 3, Diamond SL. Paarden onder de bocht weer komen ze dadelijk in de rechte lijn voor de tribune. En nog altijd hebben we te maken met 2 groepen. Maar langzaam maar zeker komen ze wel wat dichterbij. En heeft ook Ruud Pols in 4de stelling plannen om wat te gaan doen met zijn Albert H. Paarden komen in de rechte lijn. Straks nog een ronde te gaan. En Gideon of Egypt leidt. Lengte daarachter Bonny Charisma. Daarachter dan aan de binnenzijde de 5. En dat is Arend Lorraine. En aan de buitenzijde continu van de reling af Ruud Pols. En gelijk gaat mee ook Frans van der Blonk in het tweede spoor met zijn nummer 8 Dutch Buitenzorg. Nou, spel op de wagen. Deelnemers naar de overkant van de baan met Gideon of Egypt die hier nog altijd leiding in handen heeft.
Heeft er een lengte voor op de tweede plaats erachter natuurlijk geweldig gebracht die Bonnie Charisma. Achter Bonnie Charisma dan op een lengte of vier nog altijd Arend Lorraine. En vanuit het achterveld komen ze nog niet echt totdat Frans van der Blonk zijn Dutch buitenzorg loslaat. En die komt dan met heel veel machtsvertoon naar voren. De vraag is alleen even, is het niet te laat? Vooraan een geweldige tweestrijd waarbij Bonnie Charisma heel brutaal de koploper Gideon of Egypt onder druk zet. Dat is de strijd vanaf de start en dat is de strijd op de finish. En het is een mooie strijd, maar Misha Brouwer... Hij heeft nu toch beslissend voordeel genomen. Alles lukt op het moment bij Stalker Ebas. Het is de 1 die het wint voor de 4, dan de 8 en op afstand verdienstelijk. De 3 nog net voor de 5.